is nou het snelste van jullie? Ja, op de resultaten zie je dat Bodder de snelste is. Dus dat ben ik. Dus ik. Natuurlijk niet, het is Matondo. Natuurlijk. Matondo. Nou, afgelopen seizoen was dat heel verrassend, een van de keepers, Titon. En als je praat over de spelers, er zit met name Bodor en Julio Matondo. Dat zijn wel de snellere jongens. Samen gevolgd door Cissé en Van Damme. Dat zijn wel de meest snelle sprinters. Enerzijds is dat een stukje aanleg. Je ziet met name dat de Afrikaanse jongens zijn erg snel. Maar ook daar zijn uitzonderingen op. In het verleden een jongen gehad als Frederik Berglund, die ontzettend snel was. Maar ook nu jongens als Jamaik Van Damme zijn dan toch wel de rappere jongens. Dus nogmaals, dat is enerzijds een stukje aanleg. En je kunt tot op zekere hoogte kun je daar ook wel wat in trainen. Dat is ook denk ik belangrijk, hè, dat je altijd probeert die grens op te zoeken. De trainers doen dat door regelmatig wat sprintvormen aan te bieden. En ik doe dat ook wel binnen de revalidatie op een gegeven moment. Als een speler langdurig geblesseerd is geweest en dan toch weer op het oude niveau moet komen. Dan zit daar ook als eindvorm zit daar ook een sprint in. Dat iemand die dat echt niet heeft, die kun je wel wat verbeteren, maar die zul je nooit een wereldrecordhouder op de 100 meter maken. Dat heeft ook een beetje te maken met wat voor soort spieren je hebt. Dat is daarvan op invloed. En dat is een gegeven, dat kun je niet trainen, dat kun je niet veranderen. Nou, snelheid is belangrijk, want je zult maar net als verdediger tegenover zo'n snelle, getalenteerde sprinter komen te staan. Dat is toch wel fijn als je in ieder geval met hem mee kunt. Dat is ook nog wat afhankelijk van de positie waarop je speelt. Dus met name de aanvallers, dat zijn de snelle jongens. Verdedigers moeten dus zo snel zijn. En voor een middenvelder is het bijvoorbeeld veel meer van belang dat ze heel vaak korte sprintjes achter elkaar kunnen doen. Een bal afjagen, dan hebben wij weer balverlies, dan moeten ze gelijk weer terug. Dus het is ook van belang, niet zozeer hoe snel je bent, maar ook hoe vaak kun je die sprintjes maken. En binnen de training noemen we dat het korte raal sprintvermogen. Dus de snelste sprinter in een testsituatie hoeft nog niet altijd de snelste man op het veld te zijn. Want er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Als jij elke keer te laat begint met sprinten, ben je elke keer te laat. En je kunt best een langzamere speler hebben die dat wel goed ziet. Die eigenlijk door zijn slimheid net iets eerder begint te lopen. En die wint dan uiteindelijk dat sprintduel. Daarnaast is het een beetje een misvatting dat je ziet bij de sprint zonder bal. Daarom is onze keeper ook zo snel. Dat jongens met grote, krachtige, explosieve passen, dat zijn vaak de snellere spelers. Dat zie je ook bij de 100 meter. Daar zie je nooit een atleet hele kleine pasjes maken. Het gaat erom om zo snel mogelijk en zo groot mogelijk afstand af te leggen. Ook met je paslengte. Bij het voetbal is het wel zo dat die jongens vaak met een bal worden geconfronteerd. Dus snel wendbaar moeten zijn. Vandaar dat ze hun paslengte wat gaan inperken. Maar dat geeft heel veel facetten aan het sprinten. Dat is heel leuk om daarmee bezig te zijn. Ja. Julio heeft wat meer vanuit zijn natuur. Een snelle Afrikaanse jongen. En Bodor heeft gewoon een hele goede looptechniek, is erg atletisch. En die zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. Dus dat zijn leuke sprintduels in die testsituatie. Ja. Let op, hè! Let op die arm, hè! Ja, kom! Kom, Julio! Kom, Julio! Ja. Dit is een, ik denk dat hier geen Eredivisieclub meer boven komt. Dit is zo snel dit. Ik denk dat het wordt een fotofinish. Het wordt een fotofinish. Heb ik verloren? Ja, je lag voor mij, haalde je in. Ja, het ging niet zo snel nu na de wedstrijd. Matondo, ga maar even gezien. Ik ben achter, maar ik laat hem 10 meter voor mij en dan ik pak geen probleem voor mij. Ik heb gezegd, Matondo.